Justitieminister Kenneth Amoksi zegt dat de verruwde vormen van criminaliteit in de samenleving meerdere oorzaken hebben. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman dat vanwege de vele misdrijven er recentelijk een onderhoud gevolgd door een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden met de president, veiligheidsdiensten en de volksvertegenwoordiging. Gesproken is over de recente getroffen maatregelen om de criminaliteit in te dammen. Kijk, criminaliteit staat niet op zichzelf natuurlijk. Die volgt een analyse bijna in alle kondre bij een of andere aanpassing of impressie, bij een economisch herstelplan of impressie. Heb je extra druk op de samenleving, op de jongeren, op ouders? Toch? Dus bepaalde zijn die kampsta en gegeven onze situatie, goudwinning is er, hosselcultuur, een grote informele sector, onze open grenzen. Dus wel uitdagingen de, waaruit criminele elementen munt slaan uit de situatie. Vandaar een huidige beeld zei je, soms je ziet tak uitdalen, amoro rustig, soms je ziet echt nelek no, tak guess nelek den voice low. De minister is van mening dat de aanpak van de criminaliteit vanuit het politiekorps goed verloopt. Gisteren heeft de minister in een driehoeksoverleg gezeten met de procureur-generaal en de korpschef om te praten over nieuwe strategieën die de veiligheidsdiensten zullen uitvoeren. In DNA heeft assembleelid Yogi gisteren opnieuw aandacht gevraagd voor maatregelen om de verruwing van de criminaliteit in te dammen.